Als gevolg van flexibilisering en leven lang ontwikkelen, zullen studenten zich in de toekomst veel minder binnen de muren van de instelling bevinden. Dat betekent ook dat je je informatiesystemen niet meer kunt gaan organiseren binnen de instellingen, maar dat je dat steeds meer op een landelijk of op een Europees niveau moet gaan doen. Afgelopen 2 jaar heb ik landelijk gewerkt aan de hoger onderwijs sectorarchitectuur, ofwel de HOSA. We hebben daar de kaders ontwikkeld voor de sectorvoorzieningen, de digitale sectorvoorzieningen van de toekomst. Wat ik zelf een heel mooi beeld vind, is de Arabische wereld in de middeleeuwen, waar mensen eigenlijk van boekenmarkt naar boekenmarkt gingen en daarvoor soms honderden kilometers liepen om bepaalde kennis te vinden. Dat soort gedrevenheid zie ik ook terug bij collega's en bij studenten. En ik denk dat dat heel belangrijk is om vanuit dat soort drijfveren met elkaar te werken. En ook te kijken of we dus informatiesystemen kunnen krijgen die vanuit dat perspectief werken. Zodat we ook de stap kunnen zetten naar de digital age, maar met behoud eigenlijk van hetgene wat we belangrijk vinden.